Yo, Kingsters! En welkom weer bij een nieuwe How To Prank. Ja, kent u dat altijd? How To Prank. Vandaag gaan we weer nieuwe weddenschappen doen, omdat jullie vorige maand zoveel ernaar gekeken hebben, alle blauwe duimpjes omhoog gedaan hebben, denken van nou, we gaan eens naar hier luisteren en we gaan een gloednieuwe video van maken. Heb je trouwens deel 1 nog niet gezien? Klik hier boven voor de video. Daar of daar, ik weet niet meer waar het is. We doen gewoon zo. In de kaart, daar. Ik zou zeggen, veel plezier! We hebben 4 lucifers, tel hem maar je leven aan, 1, 2, 3, 4, en een muntje. Nou, wat gaan we met de 4 lucifers doen? Vielen even mijn handen. We gaan een soort van schepje maken, dus 1 onder, dan hebben we 1 soort van splitser, en dan 2 punten. Dan leggen we het muntje, leggen we in het schepje. En wat is nou de bedoeling? Dat je muntje uit het schepje krijgt, door 2 stokjes te verplaatsen, maar je mag het muntje niet aanraken. Dus kort gezegd, 2 stokjes verplaatsen en het muntje moet uit het vorm van het bakje zijn. Succes! Nu komt de oplossing. Moet je wel 1 ding vertellen. Vorige week zaten we in een café met een paar vrienden en we hadden bij Kenneth als eerste uitgetest. Ik zeg even een uur te zoeken, maar je wist het niet. Dus toen hebben we de oplossing maar gezegd, dat gaan we nu ook tegen jullie doen. Dat is echt vrij eenvoudig. Je hoeft maar 2 dingen te verplaatsen. Is eigenlijk het middelste stokje is eigenlijk een beetje naar rechts schuiven. Tot dit stokje wat je hier kan zien eigenlijk het midden wordt. En dan het tweede lucifertje als eigenlijk de andere kant van het schepje doet. Nou, dan heb je het schepje andersom, maar het muntje ligt niet erin. Zo makkelijk kan het zijn. Voor de volgende weddenschap heb je alleen een leeg wc-papier nodig, rol wc-papier met het kartonnetje. Die zorg je tot die goed gerold is. Dan zeg je tegen je vrienden, wedden we dat ik dit kartonnetje kan laten vallen en zo terecht kan laten komen. Die vrienden zeggen ja, maar ja, probeer dan. Ik zeg nee, jullie eerst. En die proberen maar natuurlijk. Dat lukt nooit. Nee. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Wat je wel moet doen, is het wc-rolletje zo laten vallen. Tadaa! En je hebt de weddenschap gewonnen! Hey! 2 glazen moet je proberen op te tillen met 1 ballon. 1 ballon. Liefst een blauwe, dat werkt het beste. Dan zeg ik tegen vrienden, hey, hier, probeer hem maar. Ik zet me lekker achteruit. Nou, ik durf te wedden, na 10 keer proberen, tot ze die glazen op elkaar gaan zetten, weet ik het allemaal. Maar dat kan niet lukken. Je zegt, wedden. Voor een lekker biertje, een mooie auto, een mooie vrouw, jouw vriendin, noem maar iets op, dat ik dat wel kan. Wat moet je doen? Hoppa, dat was al de truc. Plat leggen. Dan, de ballon leg je hier tussenin, met 2 glazen hou je vast. Dan ga je plaatsen, kijk hoe ik dat kan. En tadaa, ik heb hem. Ik kan de kont zo. Wat is nou het effect? Oh, maak je me kapot, ik zou het zelf ook niet weten. Maar leuk. Dus Kenneth, mag ik je omvrienden? Oké, dan moet je dus niet te lang doen, anders gaat het fout. Zo, dat was er weer. Vond je het leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Ja. Bekijk trouwens ook onze pranks, onze challenges. Neem eens een kijk op ons kanaal. Heb je nog niet geabonneerd? In de kaart kan je ons abonneren of op het knopje abonneren. En vergeet natuurlijk niet de kleur blauw, maar dan de blauwe duimpjes omhoog te doen. Heb je deel 1 nog niet gezien? Ja, ik zou zeggen, klik dan snel! Kom op, doe het man! Op die link. En dan zien we je eigenlijk de volgende week maandag weer terug. Ja. Of vrijdag voor een nieuwe prank of challenge. Hoppa!